Goedendag, welkom bij de 10 minuten van het online mini-interview van Entertainment Business. Ik ben Ed Hogeveen en vandaag is mijn gast Vincent Patty, algemeen directeur, topnotch Noah's Ark. Vincent, van harte welkom. Hoe gaat het met je? Bedankt, het gaat heel goed met me. Ik ben nog steeds vanuit huis en het bedrijf aan het sturen. Maar het gaat allemaal helemaal goed en gaat ook maar persoonlijk goed. Oké. Vincent, jij houdt je al vanaf je tiende jaren bezig met het fenomeen hip-hop. Professioneel, dat doe je onder de artiestennaam Jiggy J. Toen sloot je aan begin van de 20e, 21e eeuw bij de Amersfoortse coöperatie, DAC. En in 2006 begon je met je eigen solo-carrière. Datzelfde jaar verscheen ook je eerste album, je eerste solo-album. Dat heette Noah's Ark. En dat was ook meteen de naam van jouw eigen hip-hop label. Voor Noah's Ark tekende jij in de loop der jaren artiesten als Hef, Space Cadets, Murda, Kraantje Papi, Jong Felix, Busy, Jonna Fraser. En het succes van Noah's Ark bleef niet onopgemerkt. Dus kwam Kees de Koning jou in 2012 tegemoet met de vraag of jij de distributie niet via hem wilde laten doen. Nou, dat gebeurde. En waarna de samenwerking met Topnotch alleen maar intensiever werd. En uiteindelijk heeft Kees jou gevraagd, vorig jaar, of jij algemeen directeur van Topnotch wilde worden. En dat ben je nu. Je bent ruim een jaar bezig dus als directeur. En dan krijg je opeens te maken met de grootste naoorlogse crisis die we maar kennen. De coronacrisis en alle gevolgen daarvan. Wat doet dat met je? En wat vraagt het van je? Wat het met me deed is, denk ik dat ik eigenlijk, Kees en ik hebben het er vaak over dat wij zijn, in essentie zijn wij verhalenvertellers. Ik denk dat een van de belangrijkste motivaties bij ons altijd is om deel uit te maken van een verhaal dat we voor een groot deel zelf schrijven, weet je wel. En eigenlijk vrij snel dacht ik van oké, dit zijn bijzondere omstandigheden, dit is iets wat we gaan navertellen. Dus alles wat we gaan doen in deze periode is extra speciaal. Zo probeerde ik het te zien en zo zie ik het eigenlijk nog steeds. Dus dat is eigenlijk mijn eerste gevoel was van oké, wat gaan we allemaal doen? Hoe gaan we dit verhaal vertellen? En daarnaast ging ik natuurlijk meer aan de pragmatische kanten van denken van oké, hoe gaan we dit in goede banen leiden? En ook daar zijn we vrij direct mee aan de slag gegaan. En gaan we denken van welke toffe dingen kunnen we verzinnen? En wat is daar uitgekomen? In het samenwerken, zeg maar, in ons werken gewoon intern, dus met het team, denk ik dat we meteen zijn gezoeken naar de mogelijkheden die we hadden om dat waarvan we weten dat we dat het bijdraagt aan een hechte band die we hebben onderling. Doen online ontbijtjes met elkaar om de zoveel weken. Dus zitten we met z'n allen in een hele grote Zoom-sessie met laat ik zeggen, bijna 50 mensen. Zijn we ontbijtjes aan het eten en een beetje aan het keuvelen over het alledaagse. Ik stuur iedere maandag een uitgebreide, ik noem dat de TNNA at home, wat eigenlijk start met een goed nieuws top 5. Wat ik gewoon helemaal aan de eerste week eigenlijk dat we in quarantaine zaten al deed, maar dan gewoon in een soort mail. En nu hebben we daar echt een hele best wel mooi vormgegeven brief van gemaakt met allerlei soorten nieuws eigenlijk. Zowel persoonlijk van onze teamleden, dus als iemand jarig is, iemand zwanger is, iemand, dan wordt dat ook daarin gemeld, maar ook ander goed nieuws. En naar buiten toe zijn we een heleboel toffe dingen gaan doen. Phil Osso bijvoorbeeld is een soort clubavond, een soort online clubavond, wat we live doen op het YouTube-kanaal van Topnotch iedere zaterdagavond. We zijn de Spanker-sessies gaan doen, is een format met een producer die Spanker heet, artiest, die live aan het begin van één week, live vanuit zijn studio eigenlijk een beat maakt, terwijl een rapper vanuit zijn studio een tekst schrijft. En dat liedje wat zij maken in die sessie komt aan het einde van de week ook uit. Nou ja, dat zijn twee voorbeelden, maar we hebben er veel meer. De Topnotch Weekly was afgelopen week voor het eerst, waarin we een soort online talkshow doen. Met verschillende artiesten die worden geïnterviewd en allerlei dingen. Dus we doen best wel veel dingen die we niet zouden hebben gedaan, zaten we niet in deze situatie. Ja. Nou, je noemt jullie artiesten al.
Jullie hebben heel veel artiesten. Hè? Als je kijkt naar het roster van Top Notch en van Noah's Ark, zijn er heel veel artiesten bij jullie aangesloten. Voorheen is natuurlijk wel wezenlijk wat veranderd. Live kunnen ze helemaal niets meer. Oh, maar natuurlijk zijn wij wel, en we zijn begaan met het los van onze artiesten, en wij begrijpen dat het natuurlijk verstrekkende gevolgen voor hen heeft, en dus ook uitwerking heeft op het werk dat wij met ze doen. Maar wat ons in ieder geval best wel eigenlijk is opgevallen in als resultaat daarvan, is dat de artiesten des te productiever zijn geworden in de studio's, en ook des te creatiever zijn geworden in alle andere activiteiten, behalve het maken van liedjes. Dus wat wij merken is heel veel activiteit, ideeën voor marketing, ideeën voor andere soorten van promotie die ze willen doen. Hun creativiteit op social media, Instagram, Twitter, maar nu voornamelijk TikTok, recentelijk, waar we heel actief op zijn en steeds actiever op proberen te zijn. En ja, het meedenken in formats zoals wij die ook doen. Dus eigenlijk is er des te meer activiteit. Ik denk dat dus de gevolgen ervan zijn in die zin positief. En natuurlijk is het zo dat wij ook wel artiesten spreken die zeggen van dat ze, nou ja, dat ze er op z'n zacht gezegd van balen natuurlijk. Want ja, je loopt als je een heel festivalseizoen misloopt, dat kan in behoorlijke bedragen lopen voor de grotere artiesten die we hebben. Weet je, van voor een Ronnie Flex of een Kraantje Papi of een Jo Silvio of zo. Ja, dat zijn wel namen die normaal gesproken in een festivalseizoen gewoon enorm veel omzet draaien. En dat lopen ze nu mis. Maar ik moet zeggen dat de sfeer is best wel heel positief. En ik merk dat ze vooral allemaal heel inventief en creatief worden ervan. Ja. Meer dan ten neergeslagen. Oké. Want SFB heeft net aangekondigd dat er een nieuw album van ze gaat verschijnen bij jullie. Ik zit op te denken, hoe gaan ze dat promoten? Wat staat hun tot hun beschikking? Socials natuurlijk, YouTube-kanalen. Maar dat hele live-circuit, dat ligt op zijn gat en dat gaat voorlopig ook niet opstarten. Wat voor inventieve dingen bedenken zij voor hun promotie van een nieuwe album? En helpt ze dan? Nou, ik denk dat ik eigenlijk beter misschien kan refereren aan het album Jongen van de Straat van Leeuw Kleine, wat 5 weken geleden uit is gekomen. En Leeuw Kleine stond een maand lang op nummer 1 met de album. Nou ja, iedereen die Leeuw Kleine volgt weet dat hij eigenlijk in Dubai zat al voordat het album uitkwam, en hij is pas net terug. En ja, dat album is hartstikke goed gegaan. Ik denk dat het bewijst dat prima kan. En inderdaad, precies zoals je zegt, socials, maar ook andere vormen van PR, een beetje radio. Je kunt natuurlijk een heel eind komen zonder per se fysiek aanwezig te zijn. Kun je nog steeds heel veel doen in 2020. En dat doen we dan ook. Ja, wat ik zeg, vooral proberen om creatief te zijn met de middelen die je wel hebt. Er worden dus bijvoorbeeld nog steeds videoclips gedraaid, alleen niet de grote producties die we deden 4 maanden geleden. En SFB heeft onder andere Frenna en de gelederen. Nou, hij is een van de meer inventieve en creatieve geesten gebleken ook over de afgelopen jaren. Die we hebben in de Nederlandse muziekindustrie in het algemeen. Ik ga ervan uit dat daar heel veel ideeën gaan komen vanuit hen en vanuit ons. Om dat album op de juiste manier aan de man te brengen. En natuurlijk de kanalen waarover zij beschikken en wij zelf ook beschikken. Dus dat biedt gewoon een enorme gelegenheid om de juiste marketing en promotie te doen. Ja. Nee, dat klinkt alsof je niet zo heel erg veel zorgen maakt over je artiesten. Dan ga ik even kijken naar Top Notch en Noah's Ark zelf. Daar werken, wat je net zelf al zei, bijna 50 mensen. Maken jullie gebruik van regelingen uit het steunpakket van de overheid, zoals de NOW en de TOGS? Nee. Want bij ons is in principe iedereen aan het werk. Eigenlijk het grootste deel voor hoe wij onszelf hebben ingericht, hoe we het bedrijf hebben ingericht, is eigenlijk voor het grootste deel gewoon toegespitst op online. Dus ik bedoel, streaming, dat is geen geheim. Streaming vormt de hoofdmoot van onze omzet en van wat we aan het doen zijn. Dus dat gaat gewoon goed. En ook alle mensen die bij ons werken, we hebben bijvoorbeeld één dame die bij ons werkt, die doet productie. Voor shoots die we doen of voor van alles wat we doen. Dat is normaal gesproken, is zij dan fysiek
specifiek op plekken aanwezig de hele tijd. Nou, nu iets minder, maar desalniettemin moet zij wel constant zorgen dat, dat alles wat er dan moet gaan gebeuren wel voorbereid is. En dat doet ze dan ook gewoon. Dus ja, wij hebben eigenlijk, is iedereen gewoon 100% aan het werk. Nou, je zei zelf wel, online is echt heel erg belangrijk voor jullie. We brengen bijna geen fysiek product uit. Alles gaat online. Merk je dat er meer wordt gestreamd? Dat je ook meer views hebt op YouTube-kanalen die jullie hebben? Dus het is niet per se beduidend meer, het is niet per se beduidend minder. En helemaal aan het begin hielden wij wel heel nauwlettend in de gaten. Of eigenlijk nu nog steeds houden we dat in de gaten. Maar in het begin met iets meer een... met iets meer zorg hielden we het in de gaten, omdat wij, wij wel berichten kregen vanuit Italië en vanuit China, dat daar dan nog wel wat negatieve effecten waren te zien op het gebied van streaming en ook op de abonnementen en dergelijke. En dus toen waren we nog wel, huiverig. Maar eigenlijk, terwijl het zich ontwikkelde over de afgelopen paar weken, zagen we van dat het eigenlijk vrij snel weer terug op normaal was. En, en nogmaals, met de arm van Leo Kleine, die brak een record, een streamrecord op dag 1. Dus ja, daarmee was voor ons bewezen van, dus het zit er gewoon in. En we kunnen gewoon doen wat we normaal ook doen. Maar er is niet heel specifiek iets opvallends positief of iets opvallends negatiefs. Voor jullie dan het voordeel dat jullie Nederlandstalige hiphop alleen maar naar buiten brengen als stream? Dat kan ik me zo voorstellen. Dat denk ik ook, ja. En wat ik zeg, Nederland lijkt stabiel wat streaming betreft. Ja. Eind van dit jaar, in november, bestaat Top Notch precies 25 jaar. Dat zou een reden kunnen zijn voor een topfeestje, of toch niet? Het is sowieso een reden voor een feestje. Nou is het wel zo dat wij zijn een bedrijf van de toekomst en niet eentje van het verleden per se. Dus wij focussen ons vooral op de toekomst. Dat brengt me meteen bij mijn laatste vraag. Hoe gaat die toekomst eruit zien? En dan denk ik een beetje breder. Denk ik niet alleen aan Top Notch en Noah's Ark, maar de muziekindustrie in het algemeen. En waar staat Top Notch en Noah's Ark volgend jaar dan rond deze tijd? Volgend jaar rond deze tijd? Nou, wat ik hoop, waar ik heel erg in geloof, is het helpen ontwikkelen van talent breder dan alleen de muziek. En volgens mij zijn we dat ook best wel aan het doen. Ik denk dat ik er zelf een voorbeeld van ben. Weet je, gestart als rapper en ontwikkeld als iemand die ook in de industrie een steentje kon bijdragen. En nu dus zelfs aan het roer staat van wat in ieder geval een van de grotere labels in het land is. Maar ook binnen ons eigen team werkt Hef, bijvoorbeeld artiest van Noah's Ark, werkt als A&R-manager. David van Dijk, een van de producers van Project Money, is onze head of A&R. Youssef Gnaoui, de artiest Sef, werkt bij ons op de creatieve afdeling. Dus wij zijn ook de vertaling aan het maken van artiesten naar de industrie toe. Of dat nou direct binnen ons eigen team is, of met een eigen onderneming die wij vervolgens weer faciliteren en helpen ontwikkelen. Ik denk dat dat een van de grote ontwikkelingen is die we gaan zien in het komende jaar. Bij ons, maar ik denk ook in de breedte in de muziekindustrie. Dus als ik een tip moet geven aan onze concurrenten, zou ik zeggen, help je talent in de breedste zin mogelijk. Want ik denk dat die onafhankelijkheid, zeg maar, dat hoeft niet te betekenen dat je niet kan werken met ze. Ik zou zeggen, weet je, geef de onafhankelijkheid een platform en dan kun je er ook deel van uitmaken. Ja, en ik denk dat een goed voorbeeld daarvan, tenminste, dat is hoe ik zelf geboren ben. En dat is eigenlijk hoe Kees Top Notch ooit startte. Omdat hij zag dat Extints iets was en niemand eraan wilde. En eigenlijk, en ik zag dat Top Notch iets was, maar ik wilde het graag zelf doen. En uiteindelijk is daar een heel ding uit ontstaan waarover wij nu praten. En dus ik hoop dat dat een ontwikkeling is die zich nog verder doorontwikkelt. En daar hoop ik een belangrijke bijdrage in te kunnen leveren door juist bruggen te bouwen tussen die verschillende talenten die er zijn. Oké, Vincent, dan wil ik je hartelijk danken voor je tijd. Ik wens je alle goeds. Doe de groet aan Kees en blijf gezond. Ga ik doen. Dankjewel, Ed. Jij ook.